DVS-VVSB 2-2, Peter Wesselink. Ik zie een hoop teleurgestelde gezichten. Ik neem aan bij jou ook de teleurstelling, of niet? Nou, veel teleurgestelde gezichten. De uitslag natuurlijk wel. Uiteindelijk speel je voor de uitslag. 2-2 valt dan tegen. Maar ik moet zeggen, ik ben blij over van datgene wat ik gezien heb van mijn ploeg. Ja, ik zag ook prachtige aanvallen gezien. Ik denk dat mensen echt genoten hebben van DVS vandaag. Wat is een beetje jouw verhaal van de wedstrijd? Ja, nou, ik denk wel de eerste helft oppermachtig. Wat er vorige week aan ontbrak, is dat we wel veel de bal hadden, maar weinig diepte in ons spel. Dus dan speel je van voet naar voet naar voet naar voet. En dat kunnen we hartstikke goed. Maar uiteindelijk moet je de 16 meter in komen. Nou, dat hebben we van de week heel veel aandacht aan gegeven, laten zien. En we hadden diepte in ons spel. Hè. Er waren mensen die aan het lopen waren. Alleen met name de middenvelders, mensen die vrij kwamen tussen de linies, hadden daar geen oog voor. Dus lieten we momenten lopen. Ja, en vandaag hebben we dat onderdeel hartstikke goed gedaan. Dus we zijn en aan de bal goed geweest. Kansen gecreëerd, zelf kansen gecreëerd. We hebben dat onderdeel goed gedaan, dus diepte in ons spel. En daardoor dreigend zijn. Tussen linies goed. En we zijn ook in omschakeling gevaarlijk geweest. Dat heb ik ook nog niet gezien. Heeft ook te maken met van, hoe gaan we verdedigen en waar gaan we verdedigen. Afgelopen drie wedstrijden redelijk hoog proberen te verdedigen. Waardoor je wel onder druk zet. Zijn lange bal moeten spelen. Maar ook allemaal achter de bal staan. Dus waardoor je eigenlijk weinig in de schakelmomenten kwam. Nou, vandaag hebben we toch een aantal keren ook hun daar pijn kunnen doen. Dus al met al qua inhoud. Wat je graag wil zien, dik en dik tevreden. Ja, we hadden denk ik meer verdiend dan nu op het scorebord staat. Wellicht. Ik bedoel, we hebben natuurlijk hartstikke mooie kansen gehad. En meer kansen denk ik dan zij. Ik moet zeggen, zij wisselen. Men brengen dan echt wel kwaliteit erbij, zeg maar. Veel grote jongens. Daar zat wel een beetje ons makken. Dat we niet zo heel veel lengte in de ploeg hebben. Nou ja, uiteindelijk wordt dat ook hier vertaald natuurlijk in die corner. Dat je niet mee kan duelleren. En dat, Het moment daarvoor denk ik al. Hè, de kopbal die op de hand van Roald de Vries landt. Gelukkig werd dat niet... Ik dacht ook dat Hens was. Maar inderdaad, daar zijn we niet de sterkste. Letterlijk niet. Het is niet anders. Wij moeten het verschil maken. En dat hebben we gedaan. Alleen niet uitgedrukt in afstand te nemen. En dat blijft hangen. Maar met name het goede voetbal in al zijn facetten, zeg maar. Dat stemt me tevreden. Want dat moet ons verder helpen. En dan kun je wedstrijden winnen. En dan verlies je gelijk spelen. Ja. Ik bedoel, die garantie heb je nooit. Nee. Een hoop mooie aanvallen gezien. Een hoop mooie combinaties. Iedereen doet mee. Ja. Dus... Dat met name, wat ik al zei, ik vond het belangrijkste dat we diepte in ons spel hadden, daar oog voor hadden. Nou, daar hebben we ook oog voor gehad. Stapje voor stapje kijken of we steeds beter met elkaar kunnen functioneren, want uiteindelijk gaat het erom. Gematigd tevreden en die matigheid zit er met name in de uitslag. Ik kan me voorstellen. En we hebben hard gewerkt, ook weer vandaag. Iedereen heeft ervoor gestreden, dus ik heb een prima helft al gezien. Ja, ook dat was goed te zien. Je mist vandaag Stef Nijland en Ali Akla. Dat zijn natuurlijk wel twee, die hebben veel gespeeld in de basis. Dat zeker. Dat was eigenlijk donderdag bekend. Dinsdag raakte Ali geblesseerd, dat hij die zaterdag niet kon spelen. Wist eigenlijk dinsdagavond al. En in de loop van donderdag hoorden we dat Stef thuis moest blijven. Dus we wisten eigenlijk donderdag voor de training al dat er geen opties waren. En prima ingevuld. Ja. Daar heb je gewoon een selectie en jongens hebben prima gedaan. Ja, er was er geen een volgens mij die buiten de toon viel. Allemaal goede prestaties. En nu zaterdag naar Heemskerk en hopen dat we daar dan als een mooi resultaat hebben. Ja, dus, ook daar corona prikkelen. We zullen het meemaken. Ja. Dus, het zal zien. Nog wel een keer afgelast worden de komende periode. In ieder geval bedankt voor nu en succes verder. Fijn weekend jongens, dankjewel.